Welkom op de Floriade in het paviljoen The Voice of Urban Nature van Amsterdam Almere. En ik mag jullie vandaag een sneak preview geven. En zoals je kunt zien staan de wanden al, de panelen staan al en de tuinen worden langzaam aangelegd. En er komt nog een laag die wij aan dit paviljoen gaan toevoegen en dat is de laag van de inwoners. En ook zij krijgen hier een plek. Het heet niet voor niks het paviljoen The Voice of Urban Nature. En er hebben dus vele inwoners hun stem geleend aan dit paviljoen. En zij zullen hier allemaal een plekje krijgen. Zo hebben we een aantal mensen, zoals hier Thijs de Zeeuw, natuuroptimist, die hun verhaal doen. Maar ook niet-mensen, dus planten, dieren en microben. En zij komen allemaal aan het woord en vertellen het verhaal van hoe zij al bezig zijn met hoe we in de toekomst, in de groene stad van de toekomst, met elkaar samenleven. En dat is een stad die niet alleen bewoond wordt door ons mensen, maar ook door een heleboel niet-mensen. En dat betekent dat we samen moeten wonen, niet met duizend andere wezens, maar miljoenen of zelfs triljoenen. In deze tuin vind je 6 biotopen die ieder een eigen uniek verhaal vertellen. Ze hebben een verhaal over leven en dood en samenwerken, maar we hebben ook een verhaal over bouwen en wonen of over voedsel. Oh ja, er is zelfs één tuin waar je als bezoeker straks niet mag komen en die bevindt zich op het dak van het paviljoen. En dat is de plek waar we planten en dieren met rust laten.